Buurt Althuizen, rokerige ondernemer. Dat doe ik onder andere met restaurants, zoals hier bij Black Smoke, maar ook het cateringbedrijf Smoky Goodness. En ik vind het heel erg leuk om die kennis van koken met vuur te delen, zoals ik dat ook doe bij het Zin Inspiratielab van Sligo in Veghel. Voor mij, en daar komt echt die passie vandaan, dat koken met vuur geeft een hele mooie kans om je onderscheidend neer te zetten in de markt. Ik sta bekend als de man van het vlees, maar ik doe steeds meer met groenten. Wat ik zo mooi vind aan groenten en barbecuen is dat het, wat wil ik ermee? Wil ik hem rokerig maken? Wil ik hem grillen? Wil ik hem poffen? Zodat je naar je uiteindelijke recept of ingrediënten doel kan komen. Een van de dingen die heel mooi voor elkaar te krijgen is met heet vuur, is dat je de natuurlijke suikers, die toch in veel groenten aanwezig zijn, karamelliseren die suikers die daarin zitten heel erg goed. En dat geeft een totaal andere smaakdimensie aan zo'n product. Want op bord kun je daar gasten enorm mee verrassen. Een voorbeeld van een van de eerste gerechten die we hebben bedacht is caveman style ash baked pumpkins. Dus we pakken gewoon een fles pompoen. Die leggen we tussen de kolen. Die laten daar heerlijk poffen. Dus die suikers in die pompoen die karamelliseren. Wordt zacht, smeuig. Via die schil gaan die rookaroma's van de kolen tot diep in het vruchtvlees naar binnen. Ja, dan maak je hem af met een klein beetje geitenkaas, wat krokante pompoenpitjes. En je ziet mensen die lepelen dat naar binnen. Bloemkool die kun je bijvoorbeeld ook als een echte barsnack kun je die knapperen gewoon gaan grillen, lakken en afmaken. Maar dan zorg dan dat die alvast van tevoren gepocheerd is. Zodat je na bestelling even snel een goede stevige lik over dat gietijzeren rooster, vleugje rook, knapperig korstje eraan en mee. Paddenstoelen, dat zijn echt een soort microsponsen. Die slurpen alles in zich op en die lenen zich perfect om in je rookkast te liggen en echt een beetje warm te roken. Waardoor ze dan en die aroma's opzuigen en mooi gaar worden. En dan kun je mensen oprecht verrassen. Als je nu op een professionele manier met die groente aan de slag gaat, hè, dus je kookt volgens de seizoenen, je kijkt of je ze lokaal uit de grond kan laten trekken, je verrijkt ze nog eens een keer in smaak en structuur op die barbecue, dan mag je er trots op zijn. De marge op groente is veel rijker dan de dure ingrediënten uit de vleeskeuken. Maar, een word of warning, je ligt onder de loep en prijskwaliteit moet dan ook dik in orde zijn. Wij vragen voor onze vegetarische hoofdgerechten gewoon een eerlijke, volle hoofdgerechtenprijs. Dat betekent dat de foodkost beduidend lager is, maar het is ook logisch, want we moeten er wel wat extra voor doen. Dus er zitten wat meer uren van personeel in. Maar nogmaals, uiteindelijk, de gast bepaalt, vind ik dit het waard? Dus je moet wel echt een sexy groentegerecht op tafel zetten. En ik denk dat dat nog belangrijker gaat zijn in de toekomst, want als wij nu niet ons gaan eigen maken, dat we goed gaan leren vegetarisch te koken, dan ga je over 5 jaar echt by far de boot missen. Want het aandeel mensen die een voorkeur geeft voor vegetarisch of plantaardig eten, is aan het toenemen. Dus ik zou bijna zeggen, wake up, join the movement, blijf mooi vlees eten, maar zorg ervoor dat je ook je groenten op orde hebt.